Ja, oh, Pelle heeft het hartstikke goed gedaan. Maar Pelle is natuurlijk niet de topspits die Italië doorgaans had. Nee. Maar Pelle heeft het prachtig gedaan en hij dreigt nu ook weer mee te gaan naar Everton. Dus die jongen die heeft het was eigenlijk een carrière die erop zat. Hè? Ja. Na AZ waanzin, was het over. Waanzin. Bij Feyenoord heeft hij dat pas weer opgepikt. En dankzij de zoon van ja, Koeman, per toeval. Ja. Maar op vakantie, alle credits voor die jongen. En als hij nou dadelijk ook nog naar Everton, dan zit hij weer bij een goede club. Maar ik vind het toch niet voor het Italiaanse team de gedroomde spits. Dus je ziet dat hij er vanaf twee inschiet, maar... Dat weer geld te zijn. Jullie denken dat ik altijd, ja. Ja, dat is in jouw geval. Dat gaat niet lukken, nee. Nee, dat is niet Drent. Dat gaat niet lukken. Maar het wordt een potje. Hij heeft het haar van Danny Vera tegenwoordig. Ja, het baardje ook, als je hem zo ziet, ja. Die snor. Alleen, maar niet die vrouw, hoor. Nou, hij heeft ook wel een hele mooie vrouw, heeft hij. Ja, maar tegen Danny Vera, zijn vrouw, kan niemand op. Dat is waar, inderdaad, ja. Ja, hij lijkt echt op jou, Dan. Vind je ook niet? Nou. Nee? Nou, er is één verschil. Pelle kan ook nog zingen. Nou, laten we als vlak voor die wedstrijd begin nog even dat gevoel op. Maar jij zegt het wordt helemaal niks, dus we kijken echt naar die wedstrijd uit.